Hallo allemaal en welkom bij Feuerwerk! Feuerwerk met de ellendige tulp Jägermeister. Dus geen World of Tanks. Alhoewel ik wel een World of Tanks replay in de achtergrond ga laten afspelen. Zodat jullie niet alleen saai naar mijn gelul hoeven te luisteren. Dus ja, ik geef jullie wat om te knabbelen eigenlijk. Hè? Nou, we gaan meteen beginnen. Voor degene onder jullie die mij een beetje goed kennen, of beter gezegd mijn tanks, die ik heb, weten dat dit geen tank van mij is. Want ik heb geen T1, zijn E4, helaas. Het is wel een geweldige tank. En ik kan het ook aan iets anders zien. Robin heeft een rode efficiency en ik een gele. Oftewel, dat ben ik al dus helemaal niet. En wie is Robin? Ja, ja, Killman NL. Hij is weer begonnen met spelen, gelukkig. Niet zo heel erg actief, maar wel actief. En hij is samen geplatoond met YoLex89. Alex, waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben. En die zit zelf in zijn IS-7. En dat is de tier 10 zware tank van de Russen. En Robin die zit in zijn T110 E4, de tier 10 tank destroyer, oftewel tankjager van de Amerikanen met koepel, dus niet zonder. Want dat is de T110 E3, die is meer bepanzerd en die heeft iets betere statistieken op het kanon. Maar de T110 E4 is beter in de zin van dat hij een koepel heeft, maar meer niet. Eigenlijk vind ik de E3 beter, maar goed. Dus, Killmer NL, we zitten in de map Runeberg. Het is een T10 pot, 10-9-8 pot en nog een T7 scout. En 49% winkans. Beide teams hebben goede spelers, maar team van Robin is natuurlijk wel wat beter, denk ik. Dus ja, we zullen zien. En waarom dit keer geen World of Tanks? Ik maak even de minimap wat groot voor jullie. Waarom geen World of Tanks replay of video? Nou, heel simpel. Ik heb jullie beloofd dat ik een feuerwerk, oftewel vuurwerk, video ga uploaden. Nou, waarom zien jullie geen vuurwerk? Heel erg simpel. Ik ga eerst informatie geven over wat er nou precies gaat komen. Dus, dit jaar ga ik op mijn kanaal veel meer vuurwerkvideo's posten. Net als vorig jaar. Meer als vorig jaar. Ik schat zo'n, ja wat is het, 10, 11 stuks. Zonder enige twijfel, dat weet ik. Vorig jaar waren het er maar een stuk of 4, 5. Dus dat is één ding wat er gaat veranderen. De hoeveelheid video's, of beter gezegd vuurwerkvideo's, wordt dus toegenomen. De video's die ik ga maken en posten zullen de volgende zijn. Een beetje het durpmoment van Robin hier. het is geen Russische tank, dus ze hebben geen vodka of dan ook, maar misschien cola. Maar vooruit. De video's dus die ik ga maken zullen de volgende zijn. 4 vuurwerkshows over geheel Zuid-Holland, waar ik zelf woon. 4 vuurwerkshows. Ik ga naar een vuurwerkshow in Den Haag. 2 in Rotterdam en eentje in Zoetermeer. Er kunnen nog misschien veranderingen komen. Of misschien zelfs een extra vuurwerkshow. Maar, misschien als jullie dat heel erg leuk vinden. Dus daar hou ik jullie wel op de hoogte. Dus eentje in Den Haag, 2 in Rotterdam en eentje in Zoetermeer. En voor degenen die mij daar willen zien of daar wonen, die kunnen mij dus uiteraard ontmoeten. En alle informatie over de vuurwerkshows ga ik uiteraard in de videobeschrijving zetten. In deze videobeschrijving, dus van deze video. En ook meer informatie, dat komt ook later in de toekomst in een latere video. Dus de adres, tijdstippen, weet ik wat allemaal. Dus voor degene die in Zoetermeer, Den Haag of Rotterdam woont, of misschien zelfs omstreken, Ommoorten, weet ik wat allemaal, Vlaardingen, daar ga ik allemaal naartoe voor vuurwerkshows. Ten tweede, 3 vuurwerk shoppen video's ga ik maken. Dit zijn gewoon video's waarin jullie mij zien shoppen, oftewel vuurwerk kopen. En dan laat ik dus ook zien naar welke winkels ik ga. Geef ik een review over het vuurwerk wat daar verkocht wordt. De reis richting de winkels, etcetera, etcetera. Dus dat kunnen jullie ook allemaal verwachten. In andere woorden, jullie gaan mij dus alweer zien. Oh ja, zeker. En daarbij nog minstens 2 vuurwerkcollectievideo's. Waarom 2? Ik ga naar meerdere vuurwerkwinkels, namelijk 2. Hier in Nederland, namelijk naar Actievuurwerk in Meent en Knalshop, zoals vorig jaar. Vuurwerkzaak heette het vroeger, maar dus Knalshop van Kaverator Vuurwerk. Daar ga ik naartoe. En we gaan ook, ja jullie horen het goed, we gaan naar Baarden-Nassau.
En die ga ik dus ook allemaal filmen voor jullie. En sowieso de ene grote collectie wordt later weergegeven. Dus we zitten dan al op de 11, 12 video's. Hè. Er komen dus vuurwerkcollectievideo's, er komen vuurwerkshows, vuurwerkcompilaties. Die ga ik natuurlijk ook maken, want dat is tevens het volgende. Het laatste ga ik minstens 2 vuurwerkcompilaties maken. Waarin ik het vuurwerk afsteek wat ik gekocht heb. En sluiten we het af met een geweldige vuurwerkcompilatie 2014-2015 met een special edition. En ja, jullie horen het goed, special edition. Wat bedoel ik met een special edition? Oftewel, er komt iets speciaals. En wat is dat speciaals? Jolex, die gaat ook natuurlijk vuurwerk knallen. En die gaat zijn video's, die gaat hij naar mij opsturen. Dus dat ga ik ook laten zien aan jullie. En trouwens, als we naar Baranazo gaan, doe ik dit ook tezamen met Alex. En alles wordt gefilmd, dus jullie gaan dat ook allemaal zien. Ook aan het einde van deze video geef ik jullie alvast een kleine preview wat jullie alvast kunnen verwachten. Ik had in november nog wat vuurwerk liggen van vorig jaar, dus heb ik even nog wat geknald. Tezamen met een vriend van mij. Dus dat ga ik ook allemaal laten zien bij het einde van deze video. Als laatste ga ik denk ik, ik weet het eigenlijk niet wanneer ik het ga doen. Misschien als ik 350 abonnees hou. Of misschien gewoon nadat ik de vuurwerk heb gehaald. En iedereen van jullie, wanneer ik merk dat iedereen van jullie er blij mee is, ga ik misschien een giveaway houden voor vuurwerk. Zo gul ben ik wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft, zeg, een Marokkaan die dit zegt, gelooft geen hand. Maar goed. Later natuurlijk. Laat ik zien wat jullie kunnen winnen. Maar dat komt dus nog in de toekomst. Dus het worden meer dan 11, 12 video's, dames en heren. Jullie kunnen dus veel van mij verwachten. En de vraag die natuurlijk in iedereen's hoofd opkomt is: wat nu met World of Tanks en de Replay Contest? De 300 abonnee Replay Contest. Ga je aan deze dingen in december nog aandacht aan besteden of niet? Dus wel. Ten opzichte van de gemeentes episode komen eraan. En ondertussen kunnen jullie ook stemmen voor een nieuwe tankkeuze voor de volgende tank review. En we sluiten het ook daarna af met een update video. De update video deel 4 natuurlijk. Eindelijk, want die gaan we zeker nodig hebben. Dus er komt nog een tank review. Er komt een opzichte van de gemeentes episode. Die komt er ook nog aan. Van alles gaat er nog komen. En we sluiten het af met de update video deel 4. Natuurlijk gaat dit niet allemaal in december gebeuren. Hè, want het is natuurlijk veel werk. Maar ik ga zeker hier rekening mee houden. Wat betreft de replay contest. Daar ga ik jullie nog op de hoogte houden voor de RCP mod. Wanneer ik eindelijk jullie replays weer kan afspelen. En commentary bij geven. Mooie schot van Robin. Ondanks dat die E75 stil stond. Maar goed. Dat was dus alle informatie die ik kwijt wou over vuurwerk, wat gaat komen binnenkort allemaal op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie gaan genieten van de video's. Ik zeker wel, want wat is nou leuker dan vuurwerk, hè? Zeg nou eerlijk. En ik zie jullie graag terug bij die video's. En als laatste, ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de replay, want jongens, T110 E4. Robin heeft keiveel schoten opgenomen, 5000 damage gedaan. 1 kill, Alex ook lekker een kill. En ik denk ook dat hij wel heel wat damage heeft gedaan, want hij heeft ook veel damage opgenomen. Dus, patch af voor deze twee. Perfect gedaan, AMX 50, bitch, keihard aangepakt. IS Kut 7, keihard aangepakt. Waffentrieger Panzer 4, vuile Robin, ook hard aangepakt. E75, noem het. Heel goed gespeeld, echt. Dit was een mooi potje. Ik heb zeker ervan genoten. En natuurlijk de Kazna, die is kapot gegaan. Kom op. Maar ja, ach ja. Nou, wat de rode speler wel niet kan doen, hè. XVM noobs. Goed. Zoals ik al zei, we gaan het afsluiten met een kleine preview voor wat jullie kunnen verwachten, hè, in de toekomst. Hè, van mij, van vuurwerk. En daarna is de video mee afgesloten. Wat wordt de volgende video? Heel simpel. De volgende video wordt vuurwerk shoppen. Welke vuurwerk shoppen het precies wordt, zou ik zeggen, hou de comments hier op YouTube in de gaten. En hou ook mijn Facebookpagina in de gaten. Daar hou ik jullie op de hoogte wat er precies allemaal gaat gebeuren. Goed, dames en heren, koeken en peren. Bedankt voor het kijken. Succes op het slagveld. En succes ook met kijken en genieten binnenkort. Want dat gaan jullie zeker. En ik zou zeggen, tot de volgende vuurwerkvideo, commandanten.
Ajus, auf Wiedersehen, tschüss en yo. Kut. Prachtig. Daar gaat ie. Yeah! Oh, eindelijk. Oh, kijk en geniet. Wolf!